Nu NEC definitief nog een seizoen in de eerste divisie uitkomt, moet algemeen directeur Wilco van Schaik hard aan de slag om de club klaar te stomen voor de competitiestart. Van Schaik erkent zijn aandeel in de huidige stand van de club, maar weet dat hij het niet alleen kan. Ook de investeerders spelen een belangrijke rol. Iedereen is mede verantwoordelijk als iets niet lukt. En is ook mede verantwoordelijk als iets wel lukt. Hè? Toen ze 4 jaar geleden kampioen werden in de eerste divisie, stond iedereen op podium. En daar was ook iedereen verantwoordelijk voor. Ja. En ik vind ook dat iedereen verantwoordelijk ervoor is als we niet promoveren of degraderen toen ze dat toen hadden. Je doet het met elkaar. Betekent dat je met elkaar nu ook achter elkaar moet staan. Maar die mensen investeren continu geld, hebben geld geïnvesteerd. Mm-hmm. En dat heeft uiteindelijk geleid na 10, 20 jaar tot de 9e plek in de eerste divisie. Ja, dan kan ik me ook wel eens afvragen. Voel je niet dat dat in een bodemloze put gaat? En die mensen raken ook wel eens teleurgesteld, moedeloos. Ik heb daar respect voor. Aan de andere kant zeg ik ook, we zijn met elkaar daar gekomen. Daar hebben we allemaal part en deel aan. Dus we zullen ook moeten zorgen dat we met elkaar eruit komen. Alleen ook wel leren, niet alleen van dit seizoen. Ik ben er nu net 1,5 jaar bij, maar ook van de langere termijn. Misschien moeten we dingen wel structureel anders gaan doen. Dan krijg je een ander soort NEC. Zeker ook naar de toekomst. En dan neem ik ook het stadion daarin mee over 2, 3 jaar. Wat er toch moet gaan komen, wat gemoderniseerd moet worden. En dat zie ik echt wel als een nieuw startpunt voor deze club. Zijn lange termijn planning heeft Van Schaik daarom bijgesteld. Over 5 tot 10 jaar moet er een NEC zijn wat gewoon in de Eredivisie speelt, in een gemoderniseerd stadion. Waar iedereen trots op is. En daar zijn we nog ver vanaf. Maar dat is nog steeds wel het doel. Dan kun je nog met een aantal mensen aan de slag wat we op de korte termijn doen. Je kunt buiten de club gaan kijken. En je kunt ook zeggen, nou, als we het zelf moeten gaan doen als club, gezond worden op eigen benen, betekent dat we niet meespelen om het kampioenschap, misschien voor promotie. Dan ben je een gezonde club over 2, 3 jaar. In een nieuw stadion. Heb je dan een perspectief? Nou, zo zijn we een aantal scenario's aan het ontwikkelen, aan het doorrekenen. En die gaan we straks ook gewoon met de stichting, met de RVC en met de investeerders bespreken. Van Schaik begrijpt het aandeel van de investeerders heel goed. Ik snap ook investeerders. En zonder die mensen hadden we hier niet gestaan. Nee. En we hebben ze nodig. Maar misschien eens een keer niet om geld in een speler te stoppen of in een trainer om heel snel terug te komen. Maar misschien liever het geld besteden aan de duurzaamheid en de toekomst van de club.